maar dat weet ik niet. Voor de bouwakker in Hattemerbroek staat de vanavond in het koninklijk onderscheiden brandweerman, afscheidnemend brandweerman. Jos, we kwamen elkaar een paar maanden geleden tegen in de Wezepse super, waaraan jij mij aangaf te gaan stoppen. Per 1 mei ben je weg bij de brandweer, vanavond op 23 mei koninklijk onderscheiden. Wat ging er door je heen? Volkomen onverwacht. In het verleden deden ze het wel, dat ik dat wel meemaakte met andere brandweerlui die er lang bij waren. Maar ik dacht altijd dus afgeschaft. Want mijn gezin en mijn vrouw hebben echt niets laten doorschemeren. Mijn dochter liep nog in oude kleren om 7:30. Dus ik denk, ja, dat is niks meer. En het is ook niet echt nodig, dus ik vond het wel goed. Maar het was echt een volkomen verrassing dat hun binnenkwamen, dat de burgemeester over de ex-koningin begon. Dus ik ben er wel heel blij mee, ja. Wat heb je allemaal... je hebt hoogtepunten en dieptepunten natuurlijk bij de brandweer. Je hebt de keuze gemaakt. Je kijkt terug op een goed besluit? Ja, het besluit was goed. Het is 34 jaar waar je niet zo wegpoetst. Natuurlijk heeft veel branden en hulpverlening en dingen met je collega's meegemaakt. Maar je kunt nou niet in één keer zeggen van zo, nou, en vandaar is het klaar. Ik zal daaraan moeten wennen dat ik die piepen niet meer om heb en dat ik die sirene hoor. En ja, die oefenavond, die maandagavond, dat moet ik ineens wat anders voor gaan doen. Dus nee, het gaat niet zomaar, het is niet zomaar niks. Een voormalig afscheidnemend brandweerman zei toen van, het is afgelopen met die boodschappenkar die je moet laten staan in de winkel als die pieper afgaat. Ja. Ja, ik heb ook op de gekste momenten weggerend en op het werk ook, of 's morgens vroeg, dat de jongen stond te wachten op de sleutel en ik was bij de brand. En ja, ik heb van allerlei dingen natuurlijk meegemaakt. Misschien schrijf ik het nog eens op. Een boekwerk? Een boekje, en dan kun jij het mooi filmen. Gaan we doen. Jos, bedankt voor al je jaren. Goed zo, geen dank.